Welkom bij een nieuwe aflevering van Top Talent Dressage Talent Uitgelicht. Deze aflevering is iets anders als anders. We zijn eigenlijk heel kort van tevoren hier naar Compiègne gegaan, besloten om hier naartoe te gaan. Dat heeft er alles mee te maken dat een hele goede vriendin van ons onlangs is overleden. En iedere keer als we hier geweest waren, begon zij erover dat ze zo graag op deze wedstrijd wilde zijn. Dus deze aflevering, we hebben de junioren gefilmd, we hebben de ponies gefilmd, maar deze aflevering is voor Janine. Marieke van Nespen, geen onbekende voor ons. We zaten net nog eventjes over. Vorig jaar hebben we jou gesproken in Sint-Truiden. Was je nog bij de ponies? Ja. Nu heb je een enorme sprong gemaakt, want je bent nu gelijk bij de Young Riders gaan starten. Met Giorgio Armani, een paard die we natuurlijk kennen van Soraya Brisson. Nog maar heel kort een combinatie, eigenlijk vanaf december. En dan hier eigenlijk gewoon al heel goed rijden. Wat heb je van hem geleerd? Eigenlijk alles, want toen ik ermee begon, kon ik nog geen vliegende wissel, nog geen pirouette. En ja, hij nam mij er echt in mee en ja, dat is wel tof. Ja. Want het is nu natuurlijk hier in Frankrijk, in Compiègne, natuurlijk een prachtige wedstrijd. Een paar weken geleden hebben we je in Sint-Truiden gezien. Je kan wel zien dat jullie echt meer en meer een combinatie aan het worden zijn. Young Riders start jij nu. Wat is een beetje de doelstelling wat je met Armani wil gaan doen? Dit jaar gewoon nog veel wedstrijden ervaring opdoen, omdat we nog niet zo lang een combinatie zijn. En dan ja, volgend jaar wel, ja, hopelijk naar EK-wedstrijden toch wel meer gaan werken. Maar nu gewoon dit jaar nog meer een combinatie vormen en ja, genieten van de wedstrijden die er nu nog op het programma staan. Ja, want dit is natuurlijk voor de Belgische combinatie echt een observatiewedstrijd. Wat is op dit moment een beetje de stand van zaken bij de Young Riders? Hoeveel combinaties zijn er waarvan je denkt van nou, misschien kan ik me ertussen rijden? Of hè, dat is echt wel de top. Waar wil je naartoe werken? Er zijn heel wat nieuwe combinaties bij de Young Riders. Veel meer dan vorig jaar, want vorig jaar waren er eigenlijk maar 3 die mee zijn geweest naar het Europees kampioenschap. Dit jaar zijn er heel veel bijgekomen. Heel veel goede combinaties ook. En ik denk, met George is het ook al haalbaar, maar we zijn gewoon nog niet genoeg op elkaar afgestemd. En ik moet er ook gewoon nog veel van leren van hem. En nog, ja, hem nog meer gaan rijden en minder met hem meerijden. En dan, ja, dan moet het wel lukken, denk ik, om ertussen te geraken. Ja. Nou ja, goed, kijk nu. We zitten nu in mei. 5 maanden een combinatie. En je start toch maar gewoon hier prachtig op deze locatie in Frankrijk. In ieder geval, voor jou is het net begin natuurlijk. Volgens mij kwam je trainster net voorbij. Ja. 67%. Nou, mag je denk ik best wel heel erg tevreden mee zijn. Heel veel succes nog de aankomende dagen. En nou ja, we gaan je ongetwijfeld weer zien op Belgisch kampioenschap. Ja, dank je wel. Ja, dank je. Carmen de Bond. Nou, we hebben net Marieke aan het werk gezien. Marieke van Nespen. Een jonge, talentvolle Amazone. Ik vind het heel bijzonder. Vorig jaar de pony is nu bij de Young Riders gestart. Nou, ze traint natuurlijk bij jou. 5 maanden pas een combinatie. Ja. Nu al hier op deze prachtige locatie gestart. Nou, we hebben samen de proef gezien. Ja. Wat vond jij ervan? Ik vond dat ze heel veel progressie gemaakt heeft. Omdat ze nu Sint-Truiden gedaan heeft. Saumur ook. Ze moet het paard natuurlijk beter leren kennen in de proeven. Omdat de paarden nogal geneigd zijn, dit paard dan, om zo wat terug te vallen. Een beetje achter het been te komen. Ze moet toch altijd opnieuw leren hoe dat ze moet omgaan met die bepaalde oefeningen. Zoals zigzag appuyeren, komt in de ponies niet voor, in galop. En voor haar is dat toch wat moeilijk, de galopreprise in het algemeen. Omdat je dan die series hebt, de zigzag, het verzamelen voor de pirouetten enzovoort. En het paard is een beetje geroutineerd en een beetje, hoe zal ik het zeggen, een plantrekker. Omdat hij dan weet, oké, als ze er niet genoeg aan rijdt, dan zal hij het ook niet vanzelf doen. Maar ze heeft het knap gedaan. Ik ben echt heel tevreden. Ja. Dus ja, het is toch altijd weer voor haar een stimulans. Omdat ze echt wel een perfectioniste is, ja, van aard. Ja. Nou, in ieder geval bedankt voor de reactie en geniet nog hier in Frankrijk. Dankjewel. Ja, dank je. Jette de Jong, je komt echt net van je pony af. Ike van der Beekerheide. Als eventjes nadenken met al die ponynamen. Hier in Frankrijk, CDI Compiègne. Volgens mij ben jij heel erg tevreden. Ja, ik ben echt heel tevreden. Ja.
Het was wel heel grappig, want ik stond naast jouw moeder en naast Jeroen Okkema, jouw trainer. Ja, die kennen jou natuurlijk door en door. Dus het was heel leuk om te horen van, goed. Het was echt heel grappig. Ik vind, want we hebben natuurlijk vorig jaar ook gezien in Luxemburg. Daarna nog wel op wedstrijden, maar niet meer voor de camera gehad. Hij is wel enorm vooruit gegaan. Jullie zijn wel echt een goede combinatie aan het worden. Ja, we gaan steeds meer op elkaar inspelen en zo. Het gaat echt veel beter. Ja. Want je hebt natuurlijk nu deze pony. Volgens mij heb je thuis ook nog een andere pony, toch? Ja, ik heb nog Gucci en Ravelli. Nog twee D-ponies. Druk. Nou is het, ik denk een jaar of 5 geleden dat wij jou voor het eerst voor de camera hadden. Kleine Jette was dat toen. Een enorme groei gemaakt, natuurlijk nu internationaal Z2. Met de ponies gaat het natuurlijk heel goed. Gaan we straks misschien ook nog iets verwachten dat je al richting de paarden gaat? Ja, ik heb thuis nog 2 paarden die op juniorenniveau kunnen lopen. Dus ik hoop eind van het jaar ongeveer ook junioren te gaan starten. Ja. Blijf je dan nog wel de combinatie pony-junioren doen? Of heb je dan echt zoiets van, we gaan maar een overstap maken? Volgend jaar zou ik nog graag ook ponies willen doen. Het is wel heel leuk, hè, met al deze wedstrijden. Ja. Goed, dit was voor jou de eerste dag in Compiègne. Wat vind jij op zich van deze wedstrijd? Was jij hier wel eens eerder geweest? Ja, vorig jaar ben ik hier ook geweest. En een paar jaar geleden met mijn moeder ook. Maar ik vind het altijd super mooi en super groot. Ja, het is echt een geweldig concours. Mensen zullen het ook wel zien op de beelden. Het is hier ook echt prachtig. Gelukkig komt nu ook het zonnetje door, want het was vanochtend wel heel erg koud. Ik ga je nog heel veel succes wensen de aankomende dagen en geniet er ook vooral nog even van. Dankjewel. Lotte Meulendijks, het is al eventjes geleden dat we jou gezien hebben op een internationale wedstrijd. Tenminste, dat wij ook op wedstrijd waren. Volgens mij dat de laatste keer was EK Valencia, denk ik. Zou heel goed kunnen. Maar goed, vandaag in Frankrijk, Pris en George. Je zei net al een beetje, ik voelde me een beetje het jongste meisje tussen alle senioren die hier starten. Goeie proef en je staat voorlopig ook nog tweede. Wat was je eigen gevoel? Ja, ik was er eigenlijk heel blij mee, want ik ben inderdaad al een tijdje niet meer internationaal geweest. Dus het was wel eventjes wennen. En met Veldhill ben ik sowieso nog niet zo heel vaak naar het buitenland geweest. Dus ik was heel blij. Hij stond er echt heel fijn aan. Ik heb wel een safe proef gereden, zeg maar. Dus het was wel nog een beetje, af en toe mocht het nog iets flitsender. Maar dat gaan we morgen proberen, maar ik was er heel blij mee. Ja. Nou goed, wat je net al zei, niet zoveel internationale wedstrijden de afgelopen tijd gereden. Je hebt natuurlijk junioren, young riders, een fantastische tijd gehad. Je bent natuurlijk samen met Anne, je zus, nu ook echt fulltime met de paarden bezig. Kan je een beetje aan de mensen vertellen hoe dan zo'n dag van jou eruit ziet? Heel veel paardenrijden eigenlijk. Daar komt het eigenlijk op neer. Ja, we beginnen 's ochtends al vroeg en wij beginnen meteen met rijden. En dan tot 's middags. En dan 's middags gaan we eigenlijk of zelf lessen of lesgeven. En eigenlijk gewoon het meeste paarden rijden en dan nog lesgeven erlangs. Ja. Want je hebt natuurlijk nu hier vandaag internationaal gereden. Heb je nog een paar leuke jonge paarden staan waar binnenkort misschien nog mee op wedstrijd gaat? Ja, ik heb wel een aantal hele talentvolle jonge paarden staan. Dus ik hoop dat ik die binnenkort ook mee kan nemen, ook voor de jonge paardencompetities. Oh. En ik heb ook nog wel wat andere wedstrijdpaarden die ik binnenkort mee wil gaan nemen. Daar ben ik pas heel kort een combinatie mee. Dus dat is nog een beetje proeven en testen hoe dat allemaal gaat. Maar er staat wel meer aan te komen binnenkort. Ja. En nog even een andere vraag. Je hebt natuurlijk eventjes zelf ook een beetje in de lappenmand gezeten. Gaat het nu allemaal weer goed met je? Ja, ik ben een tijdje terug, een paar weken terug ben ik geopereerd. Dus mijn galblaas eruit gehaald en nu is het gewoon helemaal zoals het hoort. Dus dat is wel heel fijn, ja. Nou, dankjewel dat je even tijd wilde maken. Geniet hier nog van de mooie locatie hier in Frankrijk. En heel veel succes met de paarden. Ja, dankjewel. Sam Verheijden, nou, je komt echt net uit je proef. Grote glimlach. We hebben met eigenlijk heel veel Belgen ook jouw proef staan te bekijken. Ik vond het echt zelf heel goed. Dus gefeliciteerd vanaf mijn kant. We hebben jouw eerste internationale wedstrijd een paar weken geleden gezien in Sint-Truiden. Toen was je volgens mij ook best wel een beetje zenuwachtig. Ja, klopt. Als je gaat kijken nu naar Sint-Truiden en nu hier in de prachtige locatie van Compiègne. Ja, het is voor mij nu mijn tweede internationale wedstrijd met hem. Hij is nog maar 9 jaar. En ik moet zeggen, ik heb zelf wel ook wel last van zenuwen. Dat was in Sint-Truiden ook zo, omdat is toch wel echt wat serieuzer dan. Ja, we hebben natuurlijk jaren nationaal gereden en nu is er de internationale ervaring. Plus al die grote ruiters dat hier zijn, Karel Hester en Helen Langenhanenberg. En voor mij echt nog maar zo groot. Ja. Maar ik ben echt wel best tevreden over de proef. Het mist nog wel wat afwerking en zo. Maar algemeen zaten er niet echt grote fouten in. Dus ik probeer
probeer altijd de eerste proef foutloos te rijden om dan van daaruit misschien morgen iets meer gas nog te geven. Ik zal wel zien. Nou, gas geven kan jij wel. We hebben je ooit een keer op Flanders gezien. Dat is juist. Met een prijsuitreiking die niet helemaal goed ging. Nou goed, dat is gelukkig was dat allemaal goed afgelopen en was dat niet tijdens de proef. Nou, hier de eerste dag, dus je hebt hier nog een aantal dagen te gaan. Wat zijn jouw plannen voor de rest nog? Sowieso natuurlijk straks weer Flanders, Belgisch kampioenschap. Absoluut. En ik denk dat ik ervoor nog naar Geesteren ga. Dus ik moet een keer naar Nederland komen ook. Hè. Ja. Aangezien dat jullie altijd in België zijn. Ik vind dat zou wel een keer leuk zijn, ja. Het minste dat ik kan terugdoen is om eens naar Nederland te komen natuurlijk. Hè? Ja. Dus met heel veel plezier. En dan inderdaad Flanders Dressage Event. Ik ben niet professioneel in de paarden, dus dat is een beetje schipperen met mijn werk, maar voorlopig valt dat goed te combineren. Dus, Nou, in ieder geval dankjewel dat je even tijd wilde maken voor ons zo net na de proef. Ik zou zeggen, ga lekker naar stal, zadel hem af en we gaan lekker in het zonnetje zitten. Ik ga hem een beetje wortelen geven, want hij is echt super, super. Heeft hij verdiend. Super, super flink. Dat is echt een leuk paard om mee te nemen. Je ziet ook dat hij hier zo niet echt onder de indruk is. Nee. Dus, ik ga altijd maar groter en groter en is nog niet onder de indruk, dus die misschien in Aken of zo, wie weet. Als dat ooit mag, dan gaan we gewoon gelijk groots uitpakken. Ja. Hey Sam, dankjewel en we spreken elkaar snel. Heel graag gedaan, tot snel. Dankjewel. Bye bye.